Honderden mensen zijn donderdag weer afgereisd naar Royal Flora Holland in Onsluisdijk voor de jaarlijkse kamerplanten trade fair. Maar wat levert zo'n beurs nou op voor de standhouders? Promoten van mijn eigen producten en weer onder de mensen zijn, tenminste de klanten weer kunnen spreken en laten zien wat we in huis hebben. Je spreekt heel veel mensen waar je anders naartoe moet gaan. Je spreekt nieuwe mensen die je anders niet ziet. En het is lekker ongedwongen. Even een praatje, even weer alle lijnen scherp zetten. Wij hebben onder andere een verkiezing. Wij willen namelijk van iedere bezoeker weten welke bloemen of planten hun het meeste aanspreken. Dan uiteraard een keus binnen ons assortiment. Maar op die manier proberen we een beetje te ontdekken wat op dit moment leeft bij onze klanten. Wij zijn bezig sinds november om de Kalla te positioneren als de geluksbrenger. Want de Grieken en de Romeinen die zagen in deze bloemen al een kelk om te toosten op het leven, feest en plezier. Dus wij zeggen eigenlijk, de Kalla is symbool voor geluk. En wat is de toegevoegde waarde van zo'n beurs dan? Ja, op deze beurs ontmoeten we heel veel klanten, maar ook klanten van klanten. En uiteraard moet het verhaal verteld worden waar wij voor staan. En op deze beurs hebben we de gelegenheid om dat goed te vertellen. En dat verhaal gaat daardoor ook sneller. En deze beurs is daar heel goed geschikt voor. De weken na de beurs merk je altijd wel dat er weer klanten of opnieuw bestellen of dat er weer nieuwe lijnen gaan draaien. Dus zo'n beurs is wel altijd goed om aan mee te doen.